Helaas is de start van de run niet compleet op video gekomen. Ik mis de eerste 6 tot 8 minuten. En het spijt me, maar de rest van de run staat er wel op. 5 kilometer dan. Vandaag zijn we bij de Kleverun in Apeldoorn. Het is niet de Kleverun eigenlijk, het is de Ik Leef Run. Dit gaat in samenwerking met een stichting die tegen kanker vecht. Een heel goed doel natuurlijk. Wij gaan even op zoek naar de start en wij gaan even ons startnummer ophalen. Zie jullie zo. Nou, we zijn op de atletiekbaan van AV34. Ik heb het startnummer opgehaald. Het is dit keer geworden nummertje 946. Wij gaan hem even bevestigen en ik zie jullie bij de start. Jongens, even een kleine sprong in de toekomst. Dit is na de run, maar ik wil jullie nu al even duidelijk maken dat we niet de 10, maar de 5 kilometer gaan lopen. Gezien twee rondjes hetzelfde parcours meer dan genoeg is. Er waren twee gigantische heuvels in het parcours waar ik niet op voorbereid was. Ik kreeg zeer last van mijn kuiten. En 5 kilometer is ook sporten, is ook gezond. En de volgende keer komt er wel weer een 10 aan bod. Nu door met de run. Nou, we gaan naar de start toe. Het gaat gebeuren. 4 rondjes door het Apeldoornse bos. U mag applaudisseren. En, de winnaar van de 5 kilometer. We gaan net onder de... De winnaar van de 5 kilometer alweer. Nou. Met 816. Kerpen. Komt hij aan, hoor. Hij finisht hier als eerste op die 5 kilometer. In de tijd van 19 minuten en 6 seconden. En vlak daarachter komt ook de nummer 2 al met startnummer 791. Hij zat de hele tijd in de kopgroep, Karsten Lenen. En een tijd van 19 minuten en 19 seconden. Hoe krijg je het voor elkaar? En ook de nummer 3 is al in aantal. De prachtig man in het oranje. De laatste meters. De man met startnummer 700. Dat is natuurlijk een hele prachtige prestatie. Op de derde plaats. De naam ga ik zo noemen. En jullie drie. Wij gaan beginnen met de 10. Ik zie jullie straks na het eerste rondje wel weer. Blijkbaar gaat er iets mis met de hoofdcam. We zullen eens even kijken wat er aan de hand is. Want kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat er helemaal niks meer wordt opgenomen. Ja. Die zit goed vast. Nou, ik weet niet of dat de bedoeling is. Even zien. Accu'tje eruit. Resetten. Het is allemaal niet anders. Het gaat allemaal niet meer zo makkelijk als dat het andere keren ging. Het is ook best wel een zware run, moet ik zeggen. Het is wel lekker pittig, maar ik zie de camera gaat alweer aan. Hij staat weer op activity en we gaan gewoon vrolijk door met filmen. Want wij geven niet op natuurlijk. Hoeveel procent zit er nog in, zegt hij. Daar kunnen we nog wel een paar rondjes mee doen. En dan vervangen we op dat moment de batterij wel. Nou jongens, even het zweet van de kop af en we gaan weer verder. Maar eerst zullen we weer niet worden natuurlijk. Ik zeg tot straks en hopen dat we die rare piepjes niet meer gaan horen. Yo!
afraid that I lose you. I don't wanna hide or waste another life. Oh,
Nou, we hebben de eerste ronde gehaald. Je hoorde in mijn voorwoordje dat de 10 kilometer 4 rondes zou zijn. Nou, die gaan we dus niet doen. Wij pakken gewoon de 5 kilometer. Dat is ten behoeve van het filmpje natuurlijk wat leuker. Want 4 keer hetzelfde parcours zien is ook niet gezellig. En mijn hoofdcamera doet wat raar. Dus ik heb de grote accu ervan af moeten halen. Waardoor hij natuurlijk de 10 kilometer niet gaat redden. Zou ook zonde zijn. Nou, wij gaan even door. Lekker met de dus 5 kilometer in plaats van 10 kilometer. Ja, ik zeg op voor het laatste rondje. Yo! It's fine.
Used to never do what's best for me. I was such a hopeless fool. I just kept making the same mistakes, yeah. That was until I found you. You became the middle way between getting no love and getting way too much. I pray that you're the one who cares for me. Ja, een belachelijk zware run is het. Ik heb heel veel heuveltjes te doen. Hartslag giert omhoog. En ja, ze hadden wel even mogen vertellen dat het een trial was en geen normale run. Maar ja, het mag de pret niet drukken. Het mooie is dat het 4 rondjes is. Dan kan deze jongen mooi na rondje 2 zeggen van het is wel genoeg zo. Dan zijn we er klaar mee. Hè? Want ja, mijn kuitjes zijn al niet helemaal op en top. Vorige week deed het nog aardig zeer na de run. En ja, ik moet zeggen dat ik hem de hele week wel gevoeld heb. En mijn Liesen ook. Daar is ook wat mee mis. Nou en, gewoon doorgaan met filmen, Jampie. Dan ren je door de week maar wat minder. Maar dan was de conditie ook wat minder. Het is wel heel leuk bedacht dit. Het is maar een heel klein oppervlak volgens mij. Laten we rennen. Of in mijn geval lopen. Maar ik zie bij deze dat wij nog maar een kilometertje hoeven te doorstaan. Ik liep al bijna verkeerd. Ik zeg jongens, wij persen die laatste kilometer er nog even uit. Behalve als we die macabere berg weer op moeten. Spreek jullie zo. Just like the wind you pulled me up when I was low.
Nou, zoals je ziet, zijn we op de atletiekbaan. Het tweede rondje zit er bijna op. En dan stoppen wij er ook mee. Ik zie jullie straks bij de finish. Maar eerst nog even de finish over. Yo! Dat was hem dan, de Kleveren 2022. En ja, dan denk je meteen aan kleven, het werkwoord. Maar nee, dit schrijf je net even wat anders. En het is de Ikleveren 2022. Dit wordt georganiseerd vanwege het Kleefkankerfonds. Of Kankerfonds, Kankerstichting. Maar het is dus voor een heel goed doel. Ik ben ook blij dat ik hier mijn centjes aan uit heb mogen geven. Heb ik ook weer wat goeds gedaan voor de wereld. Nou, dan beginnen we nu even met het iets mindere nieuws. Ik wou de 10 kilometer lopen. Ik dacht ook, dit was een mooi runnetje dwars door Apeldoorn. Maar het zouden 4 rondjes van 2,5 kilometer worden. En er zat een behoorlijke berg in. Het was heel veel zacht zand en gras. Harde paarden waren er helemaal niet. Dit komt denk ik ook doordat de organisatie met spoed wat anders moest zoeken. Omdat de opening van Paleis Het Loo van onze lieve koning Wim Lex geopend werd. En de run kon daar dus niet gehouden worden. Even een belangrijke mededeling tussendoor. Graag even abonneren, subscriben, druk even op het belletje. Druk even op de like-button. En als je het leuk vindt, mag je een comment achterlaten. Stel ik altijd op prijs en ik beantwoord ze allemaal. Oh, het zweet breekt me los. Het is hier 25, 26 graden. Nou ja, net gerend. Ik ben net klaar. Midden in het zonnetje. Ja, het zit soms allemaal niet mee. Wat wel mee zit, is het leukste van de hele video, het speciaal biertje. Ja, wat hebben we nou? Nou ja, dit is eigenlijk wel heel slim bedacht. Het zit hier in Apeldoorn, hier staat Paleis Het Loo van de koning. En we hebben hier het biertje Bolleke de Koning. Nou, wie had het nog meer verwacht dat het zo toevallig kan gebeuren. Even kijken. De smaak van stad. Van ruige dokken en volle terrasjes. Het komt eigenlijk wel uit Arnhem, dit biertje. Dus het is een Belgisch biertje. Maar wij doen net alsof dit van onze koning is. Voor deze Kleveren 2022. Kijk, dit is hem. Bolleke. En even kijken wat erin zit. Bier. Ja, dat lijkt me nogal zeer logisch. Water, gerstemout en hop. Nou, simpeler kan je het niet maken. Jongens, even weer deppen. Ik ga hem openploppen en we gaan even zien of hij plopt. Nee, ik verwacht ook niet anders meer. Er zal wel nooit meer wat ploppen. Jammer is dat. Ik moet maar weer een geschud Grols beugelflesje meenemen. Dat plopt tenminste wel. Ziet er ook een beetje uit als champagne daarna. Maar dat spuit eruit natuurlijk. We gaan proeven. Nog even een extra slokje. Ja, dit proeft als een normaal gewoon biertje. Is niet veel anders aan dan de doorgaanse Jupiler, Hertog Jan, Heineken, wat je drinkt. Dit lijkt er zeer veel op. Alleen het komt uit België.
Bolleke, de koning. Ja, hij is ook niet vies. Het is gewoon een lekker biertje. Nou, wij gaan hem heerlijk opslabberen. En volgende week zitten wij in Klaasinaveen. Dit ligt vlakbij Emmen. Daar gaan wij de 37e loop doen, ergens van. Het 37e loopfestijn heet het, geloof ik. Ja, daar gaan we de 10 kilometer wel doen. Maar in Drenthe zijn ook geen heuvels, dus wees daar maar niet bang voor. Jongens, ik zie jullie volgende week weer. En ik zou zeggen, geniet van het weekend. Geniet van de week. En geniet van het leven. Tot volgende week.